Suriname. Even een hint erbij halen. Ja? Ik zie je al kijken. Wat is hiervan de bedoeling? Nou, schat. Ik ga deze week, aankomende week, uitroepen tot de week naar Suriname. Overal hebben ze er een dag van, pizzadag, patatdag, weet ik wat. Ik ga deze complete week uitroepen tot de week dat we naar Suriname gaan. Dus de week voor kerst, de week voor Suriname. En dan gaan we allemaal leuke Surinaamse dingen doen. En een van de dingen die nu gaan gebeuren is dat we nu de koffer op tafel zetten. Dat is een nieuwe koffer. Dus moet ik even kijken hoe dat ook weer zit. Zo. Dan zat er hier ook nog een clipje, geloof ik. Ja, dat is een goeie dit. Zit er ook nog een clipje? Ja, zit er nog een clipje. Oeh. Zo, dat is koffer 1. Dat is jouw koffer. En koffer 2 is mijn koffer. En die blijft de hele week hier staan en die gaan we vullen. Vullen met kleding, met lekkers en weet ik wat. En dat gaan we allemaal vastleggen omdat wij naar Suriname gaan. Ik weer sinds 2006. Voor mij een hele spannende trip dit keer. En ja, daar wil ik gewoon een leuk filmpje van maken. Dus, zie hier het begin van onze reis naar Suriname. Gaan we inpakken. Oh. Nee, die niet. Kleertjes inpakken om mee te nemen. Zo, heerlijk zittend, genietend van een biertje, omdat de vakantie is begonnen. Het is vandaag zondag, het is heerlijk zondag. Zit ik ook ondertussen plannen te maken.
plannen voor Suriname? Wat gaan we doen? Ik heb al eerder gezegd, het is voor mij best spannend. 2006 ben ik voor het eerst in Suriname geweest, maar ja, dat was voor mij niet zo'n succes. En daarom heb ik heel erg lang de boot afgehouden. Ik wilde niet, ik durfde niet, vanwege alle dingen die ik heb meegemaakt. Maar nu heb ik er toch zin in. En ik heb zin om leuke dingen te doen. En dat heeft ook te maken met mijn hobby waar ik zin in heb. Want dat ga ik jullie laten zien. Ik heb iets heel leuks bedacht. Ik kom zo terug. Ja. Wat gaan we doen? Aziza had het over Mausa. Als wij hier zijn in Suriname. Als jij hier bent, wil ik jou uitdagen voor een cook-out. Cheers, je krijgt je kans. Want weet je, wij gaan een cook-out doen. Ja? Masterchef Suriname. Win jij of win ik? Zoals het motto, wanneer je hem kookt, wordt het een beetje kruimerig. Dus lijkt een soort... Kijk eens wie er nu mee gaat naar Suriname. Hij zit op dat popelen en te wachten totdat hij kleine meer in ontvangst kan nemen. Leuk cadeautje. En we zijn al druk bezig om de koffertjes in te pakken. Ik ga het dus hele dunne plakjes snijden, zodat heel makkelijk chips kan maken. En wat heb jij? Onderbroeken. Onderbroeken? Maar is het eerste ruik of ze al schoon genoeg zijn? Nee joh, ik kan het zijn. Omdat je zo hebt. Nee. Deze leg je gewoon eens op het kommetje. Doe die klein is. Doe die klein is. Voor de rode witsap van overheen. Rode witsap is alleen voor de kleur. Dan wordt ze heel rood. Een mooie kleur. Heb je zin? Eenmaal laat staan, zo krijgt ze helemaal de rood kleur. Ja. Ik had toch die kleine hem leuk vindt, toch? Ja, hij heeft nog meer cadeautjes. Ja. Ik heb natuurlijk een beetje voorbereid. Ah, kijk je wat leuk. Ah, die moet even ingepakt worden. Maar dat komt van de week nog. We hebben nog drugs al. Ja. Mooie rood, zuurrood. Die gaan wij chips bakken straks. Nu gaan we verder met mango salsa. Mango salsa, best is een rijpe mango te kopen. Zo. Eens even kijken, we gaan natuurlijk ook lekker koken daar. Dus dan nemen we ook pasta mee. Dat vinden we zo lekker. En dan ga ik een gerecht wat ik hier heb ontwikkeld, daar ook maken. En dan ben ik erg nieuwsgierig wat ze ervan vinden. Maar natuurlijk, kijk eens. Oudjes, dit lust jij echt niet, toch? Neem ze wel mee voor je. En natuurlijk voor de rest van de familie. Zo, zoals gisteren al gezegd. Wij hebben deze week uitgeroepen tot de week van Suriname. De Surinaamse week. En dit is het eerste gerecht dat wij gaan maken. Het is eigenlijk een puur Hollands gerecht, want het is een stamppotje zuurkool. Maar door toevoeging... van specifieke dingetjes zoals masala, jinten, knoflook en wat andere spulletjes krijgt deze zuurkool een heerlijk Surinaams tintje. Ja, het is misschien wat vreemd, maar het is wel lekker, toch? Zeker. Een bruin tintje. Een wat voor tintje? Een bruin tintje. Een bruin tintje. Ja, is goed. Nee, geel. Een geel tintje. Geel tintje. Lekker. Nou. Zo, we zijn een aantal dagjes verder. En we hebben deze week al best wel aardig leuke dingetjes gedaan. Ik zou dat allemaal een beetje filmen. Zoals ik dus afgelopen zondag had geroepen. Maar ja... Dan herken je het misschien wel. Dan ben je lekker druk bezig. En dan denk je er net weer even niet aan om die telefoon te pakken. Om eventjes, uiteraard, een film te maken. Dus bij deze doe ik het dan als een kleine update. Zo, laat ik een beetje zien. Overal legt dus nu wat.
En koffertjes die zijn ook gevuld. Dit gaat er natuurlijk van afvallen. Kijk, net zoals deze ook. Kijk, allemaal vreet en snoepwerk en weet ik wat. En, kleren, hè, cadeautje voor de kleine. Hier nog wat vreetwerk, maar ook wat kleding. En dan, ja, daar kan natuurlijk allemaal nog meer bij. Maar kijk eens, wie eraan kan zetten. Met natuurlijk ook nog even een tasje. Kijk eens even. Nog meer eetwerk, nog meer snoepwerk. Man, man, man. Weet je wel zeker dat we dat allemaal mee mogen nemen, Biet? Ik vroeg, weet je... Oh, ja, ja, zeker. Want je mag maar 23 kilo per koffer meenemen, hè? Ja, ja, ja. En voor mijn 12 voor handbagage. Ja. Nou, dan hoop ik eigenlijk dat dat er niet too much is al. Want volgens mij heb ik ook nog een aantal stukken kaas in de koeling zien leggen. Dat is ook al een kilootje te stuk. Dus kijk eens jongens, nog meer. Nog meer. Kijk dan, allemaal om lekker eten te maken. Ach, jongens, wat zullen ze in Suriname opkijken? Nog veel meer. Hier. En nog veel meer. Nou, maar even inpakken. Ja, en dan een beetje opletten hoe je het inpakt. Dus dat is ook wel weer belangrijk. Dus ja, ik zou zeggen, jullie zien het vervolg wel weer. Als we het gaan uitpakken in Suriname. Want ik denk dat ze wel zullen opkijken wat we allemaal hebben meegenomen. En uiteraard gaan we natuurlijk de cook-out met Atjesha vastleggen. Want dat wordt natuurlijk een van de hoogtepunten van ons bezoekje aan Suriname. Kijk, de gunnenchef is weer bezig. Nieuwe recepten zoeken en ontwikkelen. En een eigen draai aangeven. Wat ben je aan het doen? Hey! Ja, hoi! Ik ben bezig met een recept. Deze week zijn we in Luiden als de Surinaamse week, weet je nog wel. En toen dacht ik van nou, ik heb vandaag trek in een rauwkostsalade. Maar ik heb aan het zoeken geweest, maar nou, eigenlijk rauwkostsalade in Suriname, dat ken ik helemaal niet. Nee. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik ben de gulle, ik ben altijd creatief. Ik ga voor vanavond een rauwkostsalade, een Surinaamse rauwkostsalade in elkaar zetten. En daar ben ik nu mee bezig. Oké. Okay. Dus, nou ja, ik zou zeggen, laat maar even gaan en je krijgt zo meteen het resultaat. Zo, daarnet gezeten voor het avondeten. Het moet Suriname stijl, dat hadden we beloofd. En rauwkostsalade gaan we vanavond eten. Maar dan Suriname stijl, wat hebben we dan bedacht? Kousenband konden we niet krijgen, helaas. Maar ja, dat hebben we hier niet. Dus toen dacht ik van nou ja, kousenband kan je ook vervangen voor sperziebonen. Dus ik ging nou verse sperziebonen, nou, helaas. Ook geen verse sperziebonen te krijgen in de winkel. Dus ja, nou ja, dan moet je dan gewoon maar sperziebonetjes uit pot nemen. Jammer goed, maar wel bio, hè? Hey, allemaal bio. Dus dat is in ieder geval wel weer gelukt. Nou, we gaan nu het uitje maken. Ze heeft net het recept doorgelezen. En kijk, de kip staat in ieder geval al wel te pruttelen. Kip met masala, gint, wat zit er nog meer in, help eens even. Ketchup manis, trassi sowieso. En in dit pannetje staan de worteltjes even te blancheren. Dus we gaan ervan uit dat het zometeen een lekkere geheel wordt. Of niet, maar dat merken we zelf wel. Want ook recepten kunnen we wel eens verkeerd uitpakken. Maar tot nu toe ruikt het erg lekker. Toch? Ja. Oké.
Dit is alvast een bakje salade. Hier hebben we alvast de kip die zo meteen over de salade heen gaat. En we gaan dus nu de bordjes opmaken. Toch? Ja, even twee bordjes pakken. Even twee bordjes pakken. Oh, ik loop in de weg. Ja. Zo, dan gaan we nu de bordjes opmaken, de bordjes dresseren. Zo, en dan nemen we lekker van die salade. Nemen we lekker zo. En dan ook voor dit bordje lekker wat van die salade. Zo. Het recept wat ik uit heb geschreven is voor 4 personen, maar... We zijn maar met z'n tweetjes nu, dus dat komt allemaal wel goed. Oké. Dan gooien we daar lekker wat van die kip op. Hup. Die heerlijke kip gebakken in masala en... Jinten en ketchup en trassi. Zo. Hup. Kijk. Zo. En dan garneren we het met een beetje koriander. Mocht je niet van koriander houden, dan kan je altijd nog peterselie gebruiken of bieslook of... noem je dat die andere? Basilicum. En dan een paar, om dat lekker pittig en knapperig te maken, doen we een paar wat van die kacang peders erbij. Ja. Hier ook een beetje bij, zo. Hop. En dan maken we het af voor een frisse toets. Spreek er een klein beetje citroensap overheen. Niet al te veel. Zo. En dan zou ik zeggen... Kijk eens. Hier. Mijn versie van de Surinaamse rauwkostsalade. Iets wat ze nog niet kennen in Suriname. Maar ik zeker deze vakantie mee gaat nemen en daar gaat klaarmaken. Zo. Ja, ik had de koffer ingepakt, maar dat was niet goed. Onze herinruimer doet het opnieuw. Ja, sorry. Maar het was een half lege koffer. En dan mag ik 12 kilo meenemen aan bagage. Maar ja, het moest even opnieuw, want het ging niet helemaal oké. Dus ik voel mij nu inderdaad net die man van de mevrouw. Van de reclame van die Sun, was het gewoon vaatwastablet? De heurinruimer. Dus ja, ik ben nou eenmaal Pietje Precies. En daar kan ik niks aan doen. Maar schat, volgens mij is dit perfecto. Ik ga hem sluiten en dan gaan we hem wegen. En ik gok dat hij goed is. Zo, goedemorgen. Het is nog hartstikke donker. En het is dat ik mijn bril op heb. Dat je nog wat ziet. Kijk, als ik hem afzet, dan is hij echt helemaal donker. De wekker is zojuist gegaan. Het is 4 uur, tijd om op te staan. Want vandaag is de grote dag dat we naar Suur gaan. En even
Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je een klein beetje licht, toevallig? Nee. Jawel, wat heb je al? Kijk, er gebeurt wat. Oh, het is alweer weg. Het is een heel duister filmpje. Maar, het is voor ons tijd om eruit te gaan. En ons te gaan opfrissen en weer even klaar te maken om zometeen naar de bus toe te lopen. En dan richting Schiphol. En dan kan het grote avontuur beginnen. Dus ik zeg... kom, schat. We gaan eruit. Ja. Ja. Wat zeg het ooit naar vroege vogels? Goedemorgen. Hey, wij gaan ons eigen opknappen. Ik zeg tot later. Zo jongens, het is bijna tijd om te vertrekken. De laatste dingetjes gaan de koffer in. Ah, spannend. Ben ik nerveus? Ja, ik ben licht nerveus. Dus, en jij? Ja, een beetje. Kijk, gezonde spanning noemen we dat. Dus, de laatste dingetjes gaan in de koffer zoals ik al zei. En dan gaan we hup naar de bus. En die brengt ons naar Schiphol. En als ik eraan denk, dan zal ik daar ook nog even een kort filmpje maken. Zo, daar staan we dan. Bij de bushalte. Was even een gesleep zeg, 4 koffers, waarvan 2 echt topzwaar. Oef, ik hoop dat we ze goed hebben gewogen. Maar ja, we hebben natuurlijk niet zo'n weegschaal zoals we bij of op Schiphol hebben. Het is 6:10, nog 7 minuutjes voordat de bus komt. Krijg ik dat erop? Nee, ik denk het niet, dat zal niet te zien zijn. Moet je iets dichterbij lopen? Ah, joh. Ik vind het goed. 7 minuutjes nog voor de bus komt. Het is eigenlijk nog hartstikke lekker. Ik, even kijken, gaat dat? Ja, dat zou moeten gaan, maar... nee. Kijk. Zo, ik sta namelijk... Kijk. Ik sta hier gewoon in een t-shirtje. En, leuk hè? Mijn sweetie boy, er staat zweet op mijn kop. Ik ga alleen even mijn koffietje zeulen. Tee, echt niet te geloven. Wat moeten we worden als we in Suriname zijn? Vertrouw eens eventjes, hey, zie je het verschil met de gisteren? Hey. Ook hè? Dus wij gaan gelikt op vakantie. Dus ik zeg toi, tot zo meteen op Schiphol. In de bus. Zo, na veel omwegen zijn we door de douane richting die gate. Man, het was weer een belevenis. Tegenwoordig gaat echt alles anders, self-supported. Dat is wel even wennen. Dus je komt nieuwe dingen tegen, zoals je paspoort scannen. En ja, ik ben natuurlijk in 2006 naar Suriname toe geweest. Ja, toen was alles anders. Dus nou, nog hartstikke leuk ook. Want, weet je, ik voel je mij ook eens even. Oh. Ja, kom je naar achteren staan. Maar van een leuk dingetje. Ik had mijn paspoort gescand en ik heb al vrij snel warm. Ik sleep mijn gemolten tegen. En ik kom
staan bij de douane jongens en die staan me echt aan te kijken van meneer, waar gaat u naartoe? Ik zeg, ja, Suriname. Reist u wel mee? Ik zeg, mee met mijn vrouw. Ze zitten me echt aan te kijken, want wat zweet die man als een otter. Ik zeg, ja, sorry, ik zeg, ik heb al vrij snel warm. Ik zeg, dan ga ik de warmte ook opzoeken. Dus, nou ja. Ja. We gaan zo meteen inboorden en dan zien we het alweer verder. Lopen nu met het vliegtuig. En er is nu no way back voor wie. Best maar. Oké. Zo, daar zitten we dan in het vliegtuig. Geen weg meer terug voor mij. Nee. Jij kijkt blij, ik kijk minder blij. Zo normaal nooit. Beetje spannend, toch een beetje spannend, ja. Ja, toch een beetje spannend. Ja. Goed zeg. Lange reis. Ja. Is goed. Doei. Doei. Zo, we vliegen 20 minuten later, toch? Ja, want 8:30 zouden we gaan. Uiteindelijk was het 9:10 dat we lucht in gingen. Dat is dan 20 minuten. Ja, ja, ja. Dus 20 minuten later dan gepland zijn we onderweg naar Suriname. En we gaan dus nu plannen maken voor als we daar aankomen. Om mij te verstoppen, om de mensen daar te verrassen. Dus. Ja, maar wat? Nee. Nee? Oké. Okay. Vaar, zeg eens waar ze staat. Weet je geen koffer in die ballon, hoor. Joke! Raffi. Joke! Joke boy! Joke boy! Had jullie de dag, hè? Zo. Hallo, daar zijn we. We zijn eindelijk in Suriname. Kijk, het ondeugd zit achterin. En ja, ik word gewoon opgehaald, hey, door een militair. Ik had het niet in de gaten. Zwaar beveiligd. Zwaar beveiligd. Ik voel mij eigen een VIP in Suriname. De ontmoeting was geweldig, want ze waren echt verrast. Ze hadden echt helemaal niks in de gaten. Dus dat is alvast goed. We zijn nu onderweg naar, hoe heet het? Uitkijk, Saramaka. Saramaka.
En daar gaan we de rest van de familie gaan we ook verrassen. Dus ben benieuwd. En ja. Hey boy. Ja man. Ik ben net in pad en hij zei dat jullie zijn te blij. Hoi Sharon! Niet leuk. Je dacht maar dit is gemeld. Ik kwam juist kijken hoe jij ging baden, want je baat je eigenlijk goed. Je moet je eigenlijk baden, daarom ben ik ook hier. Draagt, gaat hij zichzelf opwinden. Ja. Gaat hij door haar slapen? Ja. Nee, door je pols. Oh, okay. Ja. Oh, paar slapen. Deze ding voor mij, mooi. Ja, wat is je? Ja, ja, komt zo wel. Komt zo wel. Joepie! Van wie heb ik het? Dankjewel, beide. Beide. Nee. Mocht je dat? Mocht je best? Flipto! Flipto!
dat ik heb gehoord. Dat is de grote 4-jaartje hondje. Oh, 3-jaartje. Ja. Krinkeltjes. En allerlei andere geluidjes af en toe. Wat een heerlijke rust. Echt donker. Echt heel donker. Het is dat mensen hetzelfde lampje aan hebben, want anders zou je echt helemaal niks zien. Het is echt... Hoor die krekeltjes, wat een rust geeft dat. Dat is best mooi. Het is even over vieren. Maar toch zijn er al mensen wakker. Kijk, daar gaat Michael. Om even te toiletteren. En daar zit Wietje. Lekker een kopje thee. En op dit moment is het eigenlijk best lekker. Ik loop al langs mijn benen. Het is nu lekker. Toen we aankwamen was het echt 36 graden. Met een gevoelstemperatuur van 41. Dat was echt niet heerlijk. Maar nu, in de nacht, heerlijk. En de pinkjes weghalen. Kijk, en hier hebben we de chef-kok van Suriname, Michael. Mijn zwager, heb ik jullie wel eens over verteld. En hij is nu de kousenband aan het schoonmaken. En die gaan we vanavond... Dit is voor vanavond toch? Ja. En die gaan we vanavond eten. En als het goed is, eten we vanavond kaaiman. Kaaiman, vlees en vis. Chef, hello chef, zijn jullie geboren? Ja, kousenband. 3 bossen kousenband met aardappel. En dan gaan we kaaiman eten. Krokodilvlees. Lust je dat? Krokodilvlees noemt men in Suriname waterkip. Waterkip? Waarom waterkip? Waterkip, dus kip is vlees toch? Ah, omdat hij naar kip smaakt. En je hebt 1 boomkip. Mm-hmm. Boomkip is leguaan. Oh, is die ook lekker? Is ook lekker, hè? Hier is het ook. Ah. Als we zich gaan schieten, dan gaan we klaarmaken. Zodat ook. Oh, ja. Van die oké. Okay. Hoeveel geld wil je deze hebben? Zo? Die puntjes ook hier, voor hem. Ah, oké. Okay. Oh, dat hebben jullie al gedaan? Het billetje en de hoofd. Ah, de billetje. Kontjes eraf van je. Ja. Oké, okay, dan gaan we dat deze hebben. Ja. En al is het een kousenband een beetje zo door de zon zo geworden. Mm-hmm. Als je snijdt en in het water zet, dan wordt het weer, dan wordt het weer goed. Dit is weer hard zo. En hoe kouder het water, hoe beter het wordt voor de kousenband. Ja, dus ik zet een half uurtje zo, een 10 minuten, daar is het goed. Ja, precies. Ja, okay. Dan ga ik dit puntje dat doen wij thuis als wij sla hebben. Mm. Een krop sla en die is dan door de warmte verlet. Dat doen we in ijswater. En dan moet die vader helemaal... Gewoon, die krijg gewoon in kraanwater. Ja. Nou, wij gebruiken dan ijswater. Oh nee. Ja. Ik ken nog wat mis. Dat gaat wel. En Beet, leg je lekker? Ja. Chillen in een hangmat. Lekker, lekker toch? Komt toch helemaal tot rust. Goed zo. Daarvoor zijn we ook naar Zuur gekomen, toch? Ik ben
korte broekjes. Waar is mama? Zijn korte broekjes in Nederland gebleven? Ja, ja, die zijn in Nederland gebleven. Ik denk wel, wel ja. Daarom wil je ook je korte broek aan. Ja, daarom. Hi, Charles. Nou. Hi. Oh, jullie kunnen elkaar al. Dag, Mika. Wanneer kom jij naar Suriname? Mm-hmm. Want ik wil je uitdagen. Weet je nog maar voor? Oh, van koken, een cookout. Een cookout? Ja. Jonge dame, ik heb wat verzonnen. Deze krijg je al, hè? Ja, we gaan samen een taart maken. Een taart? Maar we gaan of een cake? Ook, nou, taartcake. Maar we gaan ook samen die cookout doen. Oké. Okay. En? Dan mag je deze aan. Masterchef Suriname, oké. Okay. Dat is mooi. Dat is van mij, of wil je van beide aan? Nee. Oh, dus als ik geslaagd ben, dan... Nee, je gaat hem aan tijdens de cook-out. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja? Ja. Ik ben er niet aan. Die is voor jou. Want we gaan natuurlijk niet alleen. Dus jonge dame. Jij mag ook kijken wat wij doen met de cookout. Ik heb een wasles koek. En zijn ze ook met de cookout? Ik wil helpen met wassen. Ja? Ga het wassen. Dankjewel. Maar? Jij en ik? Dankjewel. En dan gaan we de cookout doen. Oké, maar we moeten open zoeken. Ja? Zeg maar hoe we het gaan regelen. Nee, nee, nee. Kom maar, ja. Kom maar. Ja, ik kan ook thuis bij jou. Oké. Okay. Daar is een oven. Waar heb je een oven voor nodig? Met de masterchef. Ja. Ik helpen met vaten. Jij kan ook koken toch? Ja, toen kan je wel koken. Maar we koken ook. Okay, deal. Is goed. Goed zo. En wie gaat die dingen zijn? Die koekers. Ja, man. En iedereen? Oké, okay, Michael. Okay. Dus, zij mag ook beslissen. Zij zijn de jury. Zo, is top. Dankjewel, Rosa. Kijk. Heb je de baby? Kimba. Oh! Ik kan het doen. Maar ik heb een beetje een beetje een ongeluk over. Ik ben rijkdom hebben ze hier in Suriname, zeg. Dit is vers citroengras.
Het is echt heel vers, net gesneden. En het sap loopt eruit. Een heel verschil als je het bij ons in Nederland komt. Dan is de buitenkant al helemaal uitgehard en verdroogd. Dan moet je echt helemaal eraf pellen. Maar dit is dan gewoon, dit kun je gewoon helemaal gebruiken. Michael heeft het net geoogst voor mij. En daar gaan we thee van maken. Heerlijke citroenthee. En als je dan een klein stukje die kant op kijkt, dan zie je daar die hele struik. Dat zie je daar. En het groeit gewoon zo, heerlijk. Kijk eens. En daar is wel Witte. Oh, hou die kleine in de gang. Oh, Michael was er al bij. Daar is wat Wit. En lekkere. Kijk eens. Lekkere verse citroenthee. Oh, jongens, wat een genot. Kijk eens. Helemaal geel van de citroen. En dat komt uit dit plantje. Dit plantje. Lekkere verse serré. Zo'n citroenhaas. Ik ga het er lekker van genieten. Hey, hi Moza. Hi. Wat doe je nou? Ik ben bezig met het maken van een marinade vanavond voor de kip. We gaan kip eten. Mm-hmm. En Adjai heeft gevraagd of ik wilde koken. Oké. Okay. Maar Michael wilde graag de baas zijn. Ah, dat doet hij altijd. Dus ik heb tegen Michael gezegd, dan wil ik de kip doen. Dus ik ben nu bezig met een marinade aan het maken voor de kip. En daarvoor heb ik heel veel kruiden. En wat heb je allemaal gebruikt? Wat heb ik allemaal gebruikt? Oh, dat is natuurlijk omdat Michael dat wil weten. Want Michael zit stiekem mee te kijken. Van, oh, wat doet hij? Ja, want hij wil je recept gewoon stelen. Dat geeft hij ook eerlijk toe. Nee, oké. Okay. Ik heb lontai, oftewel. Ja, lontai. Ja, maar hoe heet dat al? En dan ook weer wat mensen niet kennen in Nederland. Wit, lontai. Piment. 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 Oh, okay. Dat klinkt wel een beetje raar. Ja, maar in Nederland, als je zegt lontai, weten ze niet. Weten ze niet. Dat is voor de Surinaamse benaming. Ja, precies. Oké. Okay. Dus lontai, marinade. Oké. Okay. Laos, masala. Gerookte paprika. Oké. Okay. Dus dan krijgt een heerlijk rooksmaakje. En dan best wel zwarte peper. Okay. En dan zit er een uitje in. En dan heb ik ook nog knoflook. Ja, dat zijn een heleboel specerijen blikken. En dan ga ik zo meteen nog een aantal andere specerijen ingooien. Okay. En die ga ik niet vertellen. Oké. Okay. Die ga ik misschien wel bij mijn collega's overfluisteren. Ik denk, als je video gaat posten, gaan je mensen ook willen weten. Dan ga je keuken gaan hem eigenlijk willen weten. Ja, maar iedereen wil ook weten hoe mijn soep is. Ik maak een champignonsoep. Okay. En iedereen vraagt om een recept, maar die krijgen ze niet. Oké. Okay. Dus, maar het komt goed. Ja, ik ga het wel in zijn oor fluisteren. Oké. En ja, ik denk de chef of de goochelaar vertelt eigenlijk nooit zijn geheim. Heel goed. Anders heb je van één heb je dan meerdere. Ja, inderdaad. Dan gaan ze allemaal kopiëren. Dus blijft er nu nog een familiegeheim. Oké, is goed. Kook ze. En voor straks. Oké. Okay. Smakelijk eten, smullen. Gaat helemaal goed komen. Oké. Okay. Hey Nick, moet je eens kijken wat ik hier heb. 2 heerlijke kippenpoten. En weet je wat we daarmee gaan doen? Die ga ik zo meteen in de marinade zetten. En die gaan we zo meteen lekker klaarmaken met de rest van de afvalkip. En die gaan we vanavond opeten met rijst en aardappeltjes en weet ik wat er nog meer. Heerlijk, jongen. Groet uit Suriname van mij. Peper stampen. En knoflook. Stamp je de gember mee of ga je de gember in plakjes snijden? Nee, dat moet je eerst schoonmaken. Het is gewoon ontdooien. Het team van Gulle Chef is bezig met voorbereiden. Dus dan zijn jullie mijn sous-chef. Ja, wij zijn jouw sous-chef. Ui, knoflook. Zo, we hebben eerst olie gezet.
gaan we nu een beetje warm laten worden. Wil je overnemen? Nee, nee, okay. Nee, ik dacht dat je het aan me zou geven om vast te houden. Nee. Ik ga het zo vast. Dan gaan we even eentje doen. Dan gaan we even kijken wanneer die gaat sussen. Kijk, nou is die lekker goed warm. En zo. En dan gaan we de ui erin doen. Dan gaan we lichtjes fruiten. Zo. Gaat die niet, hij staat een beetje warm, gaat die niet van? Nee. Die pan? Oké. Okay. Nope. Nee? Okay. Nee. Ik moet het vasthouden. Oh ja. Kijk, die gaan we gewoon even tot ze een beetje zacht worden. Draaien. Ja, dan moet die pan een klein beetje, dat die oren allemaal een beetje zijn. Zo? Ja, top. Dankjewel. Oh, nou lijkt hij ook een stuk vaster te staan. Ja, dat is stabieler. Kijk, zo. Dus we gaan dus die ui nu zo een beetje bakken totdat hij heel lichtjes kleurt. Moet dit ook een stukje? Nee, Babita heeft al door de... Oké. Gestand. Door de dat gestand. Kijk, zie. Dan gaat die daarom. Gaat die al een beetje kleur krijgen. En dan mag de vijzel... De vijzel. De, ja, wij noemen het een vijzel. Hoe noem je dat hier? Stamper. Stamper. Oh, jullie noemen het stamper. Stamper. Is de kip al uit de koelkast? Die mag hem even zo halen. Ja, die mag er dan bij. Meebakken zo. En dan gaan we eerst tomatenpuree toevoegen. Een klein lepeltje. Ja, maar alles mag erin. Alles mag erin. Iets lager. Kijk nou, even gewoon een klein beetje aanbakken. Ruik je hem? Lekker hè? Mm. Zo. Ja, dat is wel goed. En dan mag nu alle kip mag erbij. Misschien mee helpen, schatje. Anders valt alles in één keer. Ja, we gaan even lekker laten aan zo. Lekker laten bruisen. En dan kloot het in. Eet je ook kippenpoot? Ik eet alles. Okay. Ik eet alles. Oh, ik pak nog zo. Ja. Een beetje zo. Een beetje op een schepje zo. Zo, alles gaat.
lekker. Ruikt nu wel lekker, hè? Ja, ik ruik het ook wel. Zo, dan heeft hij even staan pluttelen. En dan mag je alle kokosmelk gewoon lekker zo overheen gieten. Kijk eens. Zo. Top. Nou, dan gaan we die even een beetje roeren. Ik denk dat één blik al voldoende is. Eén blok is een voldoende. Als ik dit zo zie, dan... Mm-hmm. Je kan altijd nog een beetje kokosmelk toevoegen als die... noem maar dat. Mm-hmm. Als die minder... een beetje dat van de bodem uit te schrapen. Zo, kijk, dan hebben we onze kippenpoot hier. Uit het hoofd. En dan pakken we even een lepeltje. Lepel? Ja, die. En wat je dan moet doen. 3. Dat is het belangrijkste van alles. Laat het proeven. En nu smaak het? Pak maar een lepel. Nee. Ja. Lekker. Ja? Ja, bijna lekker met rijst eten. Ja, dat soep, ja dit moet je gewoon met rijst eten. Heb jij een dekseltje wat hierop past? Lekker. Laten we hem zo nu eventjes zo even gaan. Nee. Ongeveer een kwartiertje. Na een kwartiertje moet hij even doorroeren. Body, body. Kijk, chef nummer 2 aan het werk, jongens. Body, body. Body, body. Ik kom even kijken bij je pannetje. Ja, ja. Kijk. Boulanger à l'eau, toch? Ja, aardappel. Aardappel met... Boulanger is in Nederlands? Boulanger is Nederlands. Nee, nee, in Nederlands heet die anders. Car... Boulanger. Boulanger is in Nederlands. Nee. Carpet naar boven. Courgette, nee. Ja. Aubergine. 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 Ja, dus, oh ja, in Nuzien, ja, aubergine is dat. Ja, in Nederland. En aardappel. En aardappel. Oftewel in Suriname is alu. Mamo. Wat? 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 Hij is best zwaar. Ik zie hem in één keer lopen. Yes.
Dikje, wat ga je doen? Ja, ja, ja. Niet onder de brug, niet onder de brug. Niet onder de brug. Ja. Ik heb mijn handschoenen ook niet hier. Oh. Even hier. Hier, hier, daar. Hey, kijk uit, hè. Hij zei, kijk uit. Yes. Hey. Kijk, Charles heeft gisteravond grote vis gevangen. En mijn zwager Michael gaat hem schoonmaken. En in stukken snijden. Gaan we vanmiddag lekker vis eten. Lekker op. Biggie Fishy. Biggie Fishy. Het lijkt op een haai, maar het is een soort gladde vis en ze noemen het hier Passici. Passici. Hij is het vol, jong. Kom eruit. Oh, video. Is een video. Oh, je bent een video. Oh. Dit is wel klaar. Was hij toch? Was hij toch? Bij de Bosbrug. Even kijken. Ja, daar ben ik overheen gevaren. Even kijken of dat erbij is. We rijden nu over een brug. Is Suriname gebouwd door Ballast Nederland. De Bosbrug. De Weidebosbrug.
In het midden zie je de Kosovaar leggen. Een oud oorlogsschip, wat ze hebben laten zinken. De turbinol van de ramen, ja, er zit een hek voor, dus je kan het niet goed zien. Maar dit is helemaal geweldig. Hier overheen te rijden. Suriname rivier. Wat houtjes. En zie je al een relaxed lijn van vissen. Ik heb meer nodig. Oh, vraag mond. Ah, die blauwe bruine past er mee. Sorry? We zijn met genoeg. Hij klopt. Oh. Maar hij is de helft van de prijs. Dus ik krijg hem van 90. Normaal is maar dat 2,80. Oh. Oké. Okay. Ja. Leuk. Nou. Dankjewel. Ja, dank je wel. Dit is een fruitmaat. Zo, daar zijn we weer vanuit het warme Suriname. Weer even een nieuw stukje van de film opnemen. We hebben gisteravond met de familie bij elkaar gezeten voor de cookout. En er is besloten dat wij vandaag het gerecht kip curry gaan maken. Kip curry met ananas. En het is een cooking tussen Ajesha en tussen mijzelf. En allebei op geheel eigen wijze natuurlijk. Ik ga zo meteen inkopen doen daarvoor. En daarna gaan we de voorbereiding doen. En dan komt het grote moment. De uitdaging die Ajesha met mij wilde aangaan. Wie gaat het winnen van ons twee? Wie kookt er de lekkerste kip curry? Dus best spannend, want Ajesha kan heel goed koken. Dus dat wordt een flinke kluif voor mij. Zo, we gaan boodschappen doen. Oftewel, zoals we hier in Suriname zeggen, we gaan naar de Dukan, naar de winkel. En dan gaan we inkopen doen voor de cookout. Zometeen met Ajesha. Zie je hier, vandaag weer opnieuw onder zware beveiliging van de militair. Dit keer van... het watergedeelte, de marine.
Dus ik ben in goede handen hier. Dat is wel weer. Oh, dat is natuurlijk wel grappig allemaal natuurlijk. En achterin een vrouwtje die ons even assisteert. Zij is de tolk. Dan mocht ik er niet uitkomen, dan kan zij vertalen wat we nodig hebben. Ik heb er zin in. De gulle chef is zijn boodschap aan het binnenhalen voor zijn cookout. Hij heeft een aantal spulletjes al in zijn kaart. Melk. Kijk, melk. Leuk. Wij kunnen pakken melk, maar zij verkoopt hier in zakken. Dat is nieuw voor mij, had ik nog niet eerder gezien. Volle melk, maar dan in zak. Ja. Dus grappig. Zo, we zijn weer terug vanuit de winkel. We hebben boodschappen gedaan. Ook wat voorbereidingen gedaan. Kip even gesneden. Spulletjes klaargezet. En dit is hetgene wat ik zo meteen ga gebruiken. Uiteraard gaan we samen ook kruiden delen, want dat is voordelig. En dit is hetgene wat Tjesja zo meteen in haar eten gaat verwerken. En dan gaan we allebei onze eigen versie maken van de kip curry ananas. En ja, jongens, dit wordt echt spannend, want ik heb een concurrent. Jessica kan heel goed koken. Ik kan ook lekker koken, maar ja, wat gaat het worden? Ik vind het spannend. En jij? Ja, het is spannend, ja. Ja, vind je het spannend? Ja hoor. Oh, man. Ja hoor. Je hebt eindelijk je cook-out waar je al die tijd naar zat te kijken. Ja, je hebt uitgedaagd. Ja hoor. Dus ik ga hem aan. Ja hoor. En je hebt je t-shirt al aan, laat zien. Ja. Kijk eens even, Masterchef Suriname. Wie gaat deze titel winnen? Oké, de cook-out is begonnen. Masterchef Suriname. Sharon tegen Aisha. En ze gaan allebei hetzelfde gerecht maken. Kip in de pan. En, meneer Pauw? Nou, gaat lekker. Okay. Kip staat te pruttelen. Laat ik een beetje gaan babbelen. En dan ga ik verder. Dus kijk op schema. Ik ben benieuwd hoe Antjesje het maakt. Ik kan haar niet zien, zij kan mij niet zien. Dus dat vind ik wel leuk. Okay. Dus dat gaat hartstikke leuk. Okay. Zo, Masterchef Suriname is begonnen. Aisha tegen Sharon. Allebei kip curry ananas. Olie is al leuk. En mevrouw, gaat het goed? Ja hoor. Lekker wel. Alles staat klaar. Ready to cook. Ja hoor. Succes. Dankjewel. Zo, we zijn aardig eentje op weg. Kijk. We hebben een lekkere currysaus gemaakt. En dan ga ik de ananasblokjes erbij gooien. En zo. Ik heb al een beetje geproefd. Ik heb al een beetje smaak aangepast. Nu moet het eigenlijk gewoon rustig aan. De kip garen, de ananas even mee laten trekken in de curry. En dan krijg je een, als het goed is, een heerlijke stevige currysaus. Hij is nog wat dik. Dus ik ga nog een klein beetje kokosmelk aan toevoegen. Maar eerst even het belangrijkste van alles. Even kijken, ik had het al net wat over nieuws. Kijken of ik tevreden ben. Ja. Ik ben tevreden. Alles goed? Ja. Ben je tevreden met je gerecht? Ja, dat doet u wel. Dat doet u wel. Ziet er goed uit. Ja. Het ruikt lekker. Ik ga het. Hier is mijn gerecht. En wat heb je gemaakt? Kip met ananas. Thank you.
Hier is mijn gerecht. Curry kip met ananas. Dit is mijn versie van de kipcurry ananas. Ik ga hem nu naar de tafel brengen. En dan mag zometeen de blind chef gaan proeven. Kijk, dat is wel wat mooi. Zo. Nou, gaat de chef nu de tweede proeven. Ja, dat is heerlijk. Ik heb pas zo'n gerecht in de jaren gegeten. Ja. Dan ga ik aan de deze kant. Dit is hier. Ja. Duidelijk rustig geproefd. Deze zijn lekker. Mm-hmm. Deze is een beetje pittiger. Pittiger, ja. Deze is een beetje pittiger. Ja. Deze is een beetje. Als je Suriname koe. Is het pittiger. Je proeft. Ja, maar... Die ding is wel heel duidelijk. Maar het is geen Surinaams gerecht, dit, hè? Nee, het is geen Surinaams. Deze, zoiets had ik in Nederland gegeten en precies zo wat had ik in Nederland gegeten. Maar, nu is de vraag, welke van de twee vind je nu echt het lekkerst? Nou, van mij, als ik moet zeggen, is het beide lekker, hoor. Beide lekker voor mij. Ja, maar... Ik moet kiezen. Je moet echt kiezen, hoe moeilijk het ook is. Hoe moeilijk het ook is. Ja, ik heb een keus. Laat je ook proeven dan. Ik heb een keus, dan ga je anderen laten proeven misschien. Oké, we gaan de tweede laten proeven. Dus voor mij is het beide. Oké. Dit is, dit is een beetje pittiger en dit is... Jij moet proeven. Ja. Oké, we gaan de tweede laten proeven. De eerste komt er niet uit.
Oké, papa, even flesje naar nu, dat komt. Ik kom hier, ik kom. Het is moeilijk, denk ik. Het is heel moeilijk. Moeilijk en gisteren. Maar ze komen hierheen nu. Hey, dat is lekker. Altijd niet. Nee, dat is niet zo lekker, man. Echt waar, ben je dus even lekker. Opstaan, opstaan. Ik ben nu andere chef gaat tegengaan. Ze durven niet te kiezen. Ze durven niet te kiezen. Ze durven niet te kiezen. Onbesliste wedstrijd. Onbesliste wedstrijd. Ik zie dat het 0-0 is. Groente uit eigen tuin. Ja. Dit is klaroen. Lekkere verse groente vandaag. Vers geplukt. Zo, we hebben 4 soorten groenten geoogst. Gomawiri, Bitawiri, Klaroen en Dagoblad. Die gaan we lekker klaarmaken vandaag. Met die kapjes maar 20, dus dat je daar, dat gaat hij sneller pakken, toch? Dat is een paar, je droge.
Met die kapmes. Ja, die veentjes. Staat erop warm aan. We gaan bravo maken. Heerlijke soep. Goed geworden maaltijdsoep. Ingrediënten. Er komen nog meer ingrediënten bij, volgens mij. Dit zijn kijk, kippenpoten. Dat is echt de poot. Nagels eraf gehakt. Peper. Deze ken ik niet. Spinazie. Oh, dat is Surinaamse spinazie. En dit is taaierblad. En dit is cassave. Aardappel. Lontai. Knoflook. Ui. Maar dan moet er ook nog kokos in volgens mij. Maar dat is toch in de maak. Jawel. En dan gewoon de nu van het moment? Alles erin. Alles erin? Jawel. Je moet zo tamtam maken. Waar je tamtam? Daarna oeker. Oeker. En die bananen nog niet, toch? Nee, nog niet. Die bananen nog niet. En die oeker moet je niet snijden? Nee. Gewoon zo snijden. Aanvalskip is dat. Kokosmelk. Kokosmelk? Nee, geen kokosmelk. We zijn daarin door de cassave en aardappel. Oké. Okay. Ja. En daarna roeren mooi. Dat maakt niet blauw. En deze als laatst. Wat is een apa senba? Ik heb een
echte braalhoes. Pepperen. Blokje. Pepper ook. Pepper er ook meteen in? Nee. Als laatste. Als laatste. Het is wel erg heet hoor bij zo'n vuurtje. Goh, dat ben je niet gewend zo op een open hout vuurtje bakken. Maar is, heel veel warmte komt er vanaf. Kijk, die switchie. Nou, dat weet ik toch wel in Suriname. Maar... Ah, leuk, leuk dit. Erg leuk om te doen, erg leuk. Ja, de kokosmelk gaat er nu in. Verse kokosmelk. Verse kokosnoten. En alle groenten zijn uit eigen tuin. Zo, Pabieter wilde ook helpen. En die mag de Tom erin zetten. En... Ik maakte net om een grapje hier. TomTom, navigatiesysteem voor in de soep. Maar TomTom is hier wat anders. En Babita gaat vertellen wat het is. Dit is gewoon bloem. Deegballetjes maak je. Maar ik weet niet of ik hier de banaan ook in zit. Ik denk het niet. Ja. Thank you.
bonen kopen voor de Maxi Lazy. De familie van de Ramse Koel. Kost die vrouw? Kijk, doe het goed zo? Ja. Dankjewel. Doe het goed zo? Ja? Kijk. Dankjewel. Ik heb een goede. Wat is dit? Oh, die heb ik. Die heb je? Ja. Nou, kijk eens. Yes. Top. Zo, vanmorgen even op de zondagsmarkt geweest. Lekker vroeg, lekker inkopen gedaan. Wat we mee terug gaan nemen naar Nederland. En komen we terug en wat is er aan de hand? Opeens hangen er bloemetjes, is er een beetje versierd. En er zijn een aantal mensen bijgekomen van de familie. Kijk, die zijn bezig met voorbereidingen. En ik begrijp dat het voor een afscheidsfeestje is voor ons, omdat wij morgen weer terug gaan naar Nederland. Dus ja, nou, leuke verrassing. Dus we gaan even kijken hoe de dag verder loopt. Yang, was erg lekker, hè? Lekker, ja. Heb ik er niks aan gedaan. Hoefde vandaag niet te koken. Nee, vandaag moest je even... Omdat het feestje was, voor ons, afscheidsfeestje. Wel. Met lekker eten, ballonnetjes, muziek. Maar het is wel erg warm. Erg warm. Dus heet. Echt heel heet. Maar goed. Alles leuk, maar vandaag. Yes. Slapen. Nee, we moeten slapen. Ja, we willen slapen toch? Ja. Ook dank aan u voor alles. Echt, ik heb het erg genoten. Wat jullie gaan alle niet weten, niemand. Nee, zal ik zeker niet doen. Yes, dankjewel voor de komst. Ja. Tot volgend jaar, het jaar daarop, ik weet het nog niet. Gaan we niet afzien, en blijft het zo, poa? Ga weg, poa.
Ik zie jullie weer volgend jaar. Doei doei. Bye bye. Doeg. Waar zijn we? Doei doei. Ja. Ja, hiermee gaat u morgen weer naar Sandri. Kijk eens jongens, hé. De auto is in 2 weken best wel vies geworden. Maar omdat wij morgen terug gaan naar Nederland. En deze chauffeur gaat ons morgen brengen. Wordt gewoon de auto helemaal opgepoetst. Zodat we weer in een schone auto terug gaan naar Sanderij. En vandaar een vliegtuig te weer nemen naar Nederland. Zo jongens. Een klein stukje van de omgeving hier. De buren. Zo, laatste blik vanuit dit huis. Dus je hoeft niet schuldig te worden dat niet alles in orde was. Ik heb het toch aangepast? Ja, weet ik. Ik heb me heel goed aangepast, toch? Ja, maar weet ik. Dus, is goed, Cheryl. We zijn thuis. Als we thuis zijn,
Ja, laat me weten dat jullie veilig zijn gekomen. En je ziet het zelf, ik heb het druk met Mikael. Ja, ik weet het. Ja, ik moet echt druk. Voordat het, als het bij mij, als je gaat thuis komt, is het al 8 uur. Ja, ik weet het. Dus het is wel vervelend als de appen en zo. Soms ben ik zo moe dat ik in slaap val zelf. Ja. Jullie ook horen het niet. Is goed dan. Blijf zo. Kijken weer, wanneer weer wie komt. Mikael, zwaaien. Mikael, bye. En hij voelt zich achternaam niet zo lekker. Nee. Misschien is het voor iets goed. Ja, hij voelt zich niet lekker. Ja. Oh, opa, ik heb het. Nou, papa, ik heb het. 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 Zo, de dag is veranderd in avond. Het is nu 7:15 hier al bijna. En het wordt voor ons tijd om spulletjes bij elkaar te gaan zoeken om de koffers in te pakken. Dus, zoals ik al zei, we liggen al aankopen, giften van familieleden die ze ons hebben geschonken, heerlijke groenten, kruiden, noem maar op. Ja. We hebben net afscheid genomen van een aantal mensen, veel zwaar. Maar dat hoort er nou eenmaal bij. Wij gaan hier nog eventjes napraten. En dan laat op de avond gaan we proberen te slapen voor de grote dag van morgen. De terugreis naar Nederland. Voor zeer dan? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ik heb genoeg. Facebook, app. Bleek het nog even genoeg. Mooi bellen. Nee, het is niet het is grote meid. Ik vind dat ze terugkomt. Ze is groot. Dat is niet wanneer. Nu is het zo makkelijker, we hebben videocall. Ja. Zo makkelijk. Het is goed, Moos, ik ga weer gaan, dus ben ik klaar. Ja, moet ik niet zo filmen, je blootje. Nou, ja. Als die was ook in die auto geen onderbroek had, ik wel. Nee, meisje, dank je wel voor alles. Oh,
avond. Hoezo? Nou, dankjewel voor alles. Ik heb een hele mooie tijd hier gehad. En dat heb ik graag gedaan. En heb aan jou, aan jij en aan alle vrienden. Aan de familie gedaan, ja. Ja, toch? Dat gaat je goed. Yes. We appen elkaar. Ja, good luck. Ja, maar dat heb ik naar Sandra gegaan. Ja, meisje. Stomme training. Die is plotseling erbij. Eigenlijk die plotseling moest ik al van tevoren. Maar gelukkig dat ik 2 weken verlof heb kunnen nemen en gewoon een beetje die door heb genomen. Ja, toch? En dan moet ik nou werken. Ja. Het zal met de game. Yes. Is goed, voorzichtig voor straks en. Boy! Naar Hila. Je mag maar. Nee. Ja. Ah. Kijk op traantjes. Hè. Ah! Ik heb een je horen te deur te breken. Hè. Nee, boos ook ben ik van Roy. Ik ga niet helemaal. Ja, ik denk dat het wel gaat zijn. Weet ik. Jawel. Ja, oké. Nu moet ik wel weg hoor. Oei! Wat moet je doen? Zou het vallen. Tot de volgende keer. Ja, zeker. Ik ga wel straks heen. Misschien, ja, ja, ja. Misschien gaan jullie bij Sandra internet hebben. Dan oh, ja. Video ah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Maar ik heb wel les tot 2 uur, dus ik ga even snel. Even op de zon door. Doei doei! Relaxen. Tot straks. Bye bye! Je tas is vandaag. Tot gauw! Tot gauw! Kom weer terug, hè? Ja, zeker weten! Als jij een groot vriend, dan ben je goed in. Maar het komt zo meteen al wel. Zo jongens, dan gaan we terug naar huis. We lopen nu op het platform. Daar staat SLM, dat is ons toestel, de KLM. We gaan boorden. We zijn op tijd. Dus ja, maar dan gaan we ook op tijd vertrekken. Hé, schat? Ja. Alles nog goed? Ja. Mooi. Zo, daar zitten we dan. Het vliegtuig. We zijn op tijd gestart. We waren zelfs nog voor de tijd in de lucht. En ja. We zijn nu de. Een klein kwartiertje onderweg richting Amsterdam, Schiphol. Dus de vlucht duurt ongeveer 8 uur en 25 minuten.
Dus ja, afscheid was moeilijk. Zeer zeker wel. Ja, voor de rest nog niet zo groot te houden. Ik ga het proberen een beetje te ontspannen. Zo, de vakantie in Suriname zit erop. Na een lange vlucht, vermoeiende vlucht best wel, zijn we thuis aangekomen. In onze eigen vertrouwde omgeving. Koffertjes, één minder als dat we ermee naartoe namen. Maar dat maakt niet uit. Ik ga mij even lekker douchen. En Biet, die krijgt meteen zo onder de wol, toch? Oh, ik zie er al niet meer. Is al richting de slaapkamer. Nou, voor mij duurt het dan niet lang. Ik neem even snel een douche. En dan kruip ik zo. Proef, moeten we praten zeg. En dan kruip ik ook even mijn mandje in. Dus, nou, dit was hem. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze film. Over onze trip naar de Suriname toe. En, ja. Mocht je de video leuk vinden, geef hem dan een like of een comment. En dan ja, zal ik daar even op reageren. En wie weet tot een nieuwe film. Sari fu libu.